Ik beloof jullie, ik zal Jernas na deze uitzending liefdevol in elkaar slaan. Zie, eigenlijk vind ik het zijn Oekraïne-afwijking vind ik meer kiezersverraad dan zijn Nexit-afwijking. In de zin dat Nexit onwaarschijnlijk was. Hij heeft alsnog gezegd, maar dan zou je kunnen zeggen, kiezers kunnen daarbij bedenken, waarschijnlijk haal ik het niet. Maar inderdaad, als iemand zegt, ik wil geen wapens aan Oekraïne, dan mag je daarop rekenen. Maar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen was hij voor een Nexit. Nu zijn de Europese parlementsverkiezingen. En nu is hij opeens tegen een Nexit. Ja, sorry. Lieve mensen, welkom bij de 37e aflevering van Boven het Maaiveld. Ik ben nog steeds Wiebel van Hagen. En ik ben Jernas Rabbathorsing. En je kunt nog steeds lid worden van BVNL. Je kunt deze podcast liken, abonneren. We hebben een paar hiccups gehad omdat we werden verwijderd. Omdat we over dingen praten waar je niet over mag praten volgens YouTube. Maar dat is allemaal nu weer opgelost. Dus we zijn volledig in de race. Dus je kunt weer liken, abonneren. En als je lid wordt, dan krijg je een boek van Hans van Tellingen. En dat moeten we even uitleggen. Dat is dit boek. Hij heeft een nieuw boek geschreven. Hij had al eerder een boek geschreven. Dat was dit boek. En dat heet Waarom stenen winkels winnen. Nou ja. Hans weet precies waarom. En nu heeft hij een nieuw boek geschreven. En dat heet Waarom stenen winkels winnen. Maar ja, dan een handleiding. Hè? Het lijkt een beetje hetzelfde. Maar het zijn... Ja, je begint nu al te lachen. Maar het zijn gesigneerde kopieën. Ja. Dus de eerste drie mensen die nu lid worden, die kregen een gesigneerde kopie. Van het vorige boek werden er ongeveer 1 miljoen exemplaren verkocht. Dus deze gesigneerde kopieën worden echt geld waard. Hans van Tellingen is natuurlijk een BVNL-corrivee. Volgens mij heeft hij nu 100.000 volgers op Twitter. Ja, ook zo'n een TikTok-account over bier. Bier. Nou, dat, laten we dat maar laten voor wat het is. Maar kijk, Hans die is in ieder geval een soort guru als het gaat over winkels. En hij vindt dat stenen winkels inderdaad gaan winnen. En ik begrijp dat niet zo goed. Ja, ik hoop het wel, want ik heb ook winkels. Nou ja, kijk, ik denk dat het een beetje een tegenreactie is op natuurlijk de commercialisering, bedrijven als Amazon. En wat zag je toen? Dat heel veel winkels, of het nou boekenwinkels waren of kledingwinkels, mensen kwamen dan binnen, keken naar wat ze leuk vonden, die bestelden het dan online bestellen, voor een lagere prijs en die werden thuis bezorgd. Dus die dacht, nou ja, waarom zou ik? En ja, dat is natuurlijk heel negatief voor die winkels. En ik denk dat wat Hans misschien signaleert of probeert ook aan te moedigen, is het idee van, naar een winkel gaan gaat ook om meer dan alleen een product kopen. Het is ook een bepaalde ervaring. En dat er ook wat nadelen zijn aan online bestellen. Dus misschien dat het nu andersom gaat. Misschien dat mensen nu... Al die online bedrijven die maken ook verlies. Want iedereen stuurt, bestelt 10 dingen. En dan sturen ze 9 dingen terug. En dat is één groot slecht businessmodel. Dus ik ben er wel voor. Ik hoop dat mensen lekker naar mijn winkels gaan. In de Kinkerstraat en in de Cognierstraat. En daar gewoon een mega experience hebben. En dan en daardoor kunnen de ondernemers de huur betalen. En dat is ook belangrijk. De tijd voor automatisering tegengeluid. Dus ik zou vooral voor ondernemers zeggen. Ja. Absoluut. Nou, Jernas, vorig jaar hadden we niets te melden over de formatie. Jij bent politicoloog. Ja, daarom zit je hier. Is er wat te melden? Ja, nou, er is wel wat te melden. We hebben namelijk deze tweet van Wilders, die we nu even laten zien. Ja. Waarin hij aangeeft, hij kan de asielproblematiek niet meer aanzien. Hij benoemt een aantal problemen met de zorg. Heeft hij gelijk in. Woning, absoluut waar. Ja. Daarna zegt hij, sommige dorpen en steden lijken bezet. Nou, ik denk dat dat dan weer iets is waar zijn coalitiepartners van fronsen. Maar goed. Maar ik ben het wel met hem eens. Hij zegt, ik doe 0 concessies meer, dat moet nu worden geregeld. Nou, Omtzigt werd daarna gevraagd in een talkshow. En hij gaf toen aan van, dit zou ik niet retweeten. Tegen milde reactie. Ik denk wat het gewoon aangeeft... Is dat Wilders een beetje kriebelig begint te worden. Het duurt een beetje lang. Nou, ik moet iets laten zien aan de mensen. Hij heeft ook al heel veel ingeleverd. Hij heeft ingeleverd. Wat ik leuk vond was dat Roy van Aalst, ons BVNL-lid, ook, hij is natuurlijk oud-Kamerlid voor de PVV. Ik heb veel met hem samengewerkt in de Tweede Kamer. Maar dat hij genoemd wordt als ministerskandidaat. Dat vond ik nou mooi nieuws. Voor welke post? Nou, hij is ondernemer. Dus ik denk op economische zaken of buitenlandse handel zou kunnen... Maar als we dus even kijken naar de PVV deze week. Dus je ziet eigenlijk Wilders die hier weer een soort van signaal geeft aan zijn kiezers ook. Van weet je, ik ben ermee bezig. Maar ook als een andere coalitiepartner van jongens, moet dat gebeuren. Maar er is meer gebeurd deze week. Want je hebt ook gezien dat bijvoorbeeld de transgenderwet door NSC werd onderschept. Die heeft gezegd van, wij zijn er niet meer voor.
Okay, nou zo zijn er nog een aantal dingen gebeurd. Dat is vrij ongewoon, dat zei Henk Kamp zelf ook. Waarbij je ziet dat de nieuwe coalitie de oude coalitie eigenlijk in toom aan het houden is. Door te zeggen van jongens, hier willen wij nog over beslissen. Nou, het wordt wel een beetje tijd, hè? Want het demissionaire kabinet denderde gewoon door. Mark Rutte die doet alsof hij een soort superminister van Buitenlandse Zaken is. Die vliegt de hele wereld rond. Maar ja, een paar maanden geleden hebben wij het erover gehad. Ja. Dat niet alles controversieel is verklaard. Dat is meestal de norm, toch? Een nieuw kabinet valt. De bijna alles moet controversieel verklaard worden. Doorgaans wordt dan bijna alles controversieel verklaard, zodat dat demissionaire kabinet niet heel veel speelruimte heeft. Ja. En dan komt er een nieuw kabinet. Dat is nu niet gebeurd. Nee. Maar dat komt nu dus als een boemerang terug. Heel Want goed. Waar eerst het demissionaire kabinet zoiets had van, nou, onze handen zijn best wel vrij. Nu is het opeens van, ho, 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 die transgenderwet. Hou die maar even aan. Weet je? En dat vind ik iets wat vrij uniek is in Nederland. Je ziet niet vaak twee kabinetten tegen elkaar strijden. Maar ja, feit is, hoe sneller dat kabinet er is, hoe sneller die alle macht hebt. Dus ja, het zou een aanmoediging moeten zijn. Maar we zien dus Wilders die een beetje ongeduldig wordt. We hebben ook gezien dat Wilders een Europese lijst heeft geproduceerd. Ja. Maar daar gaan we zo over verder. Ja, precies. Maar nou, ik hoop natuurlijk gewoon dat Hugo de Jonge zo snel mogelijk weg is. En dat er zo snel mogelijk een kabinet is. Dat is mijn grote wens. Maar er was nog iets. Hè? D66 had een intern rapport gepubliceerd. En ja, D66 is natuurlijk van 24 naar 15 zetels gegaan. Ja, ik vind het de meest vreselijke marxistische partij van Nederland. Maar wat is dan de conclusie van dat interne rapport? Niet dat Sidney Smeets een ontzettende viespeuk is. Niet dat Penthouse Pechtold zijn appartementje dat hij van een of andere diplomaat had gekregen. Had er niks mee te maken natuurlijk. Maar dat heeft hij niet opgegeven. Niet dat Kaag en Kuipers en Oesloe vaandelvlucht hebben gepleegd. Niet dat, wat was het, meneer Van Drimmelen, die daar ongelooflijk, Martin Bosma natuurlijk een ongelooflijk mooie sketch over opgevoerd. Niet dat Van Drimmelen zoveel invloed had. Nee, wat zeggen ze? We zijn te bedweterig en te woke. En we hadden niet moeten meeregeren met een conservatief rechtskabinet. Nou ja, dan zakt op je broek af. Ja, want er was geen andere optie. Laten we eerlijk zijn. Je bent D66, je had 24 zetels. Je bent tweede van Nederland. Ga je dan zeggen, kabinet Kaag was het. Ja, ga je dan zeggen, wij doen niet mee? Dat was een heel raar scenario geweest. Je zou inderdaad, de andere kritiek die ze zeggen, te bedweterig en te woke, daar kan je iets aan doen. Dat is houding. En dan moet je eerder denken aan, was die documentaire rondom Kaag wel zo'n goed idee? Nou, natuurlijk niet. Eerst alle controverse met dat het een NPO-documentaire was. Doorgestoken staatspropaganda. Waardoor je heel elitair overkomt. En natuurlijk dat fragment, wie zijn die mensen? Ja, ik denk dat ze dan eerder daarop doelen. Dat ze misschien bedoelen te zeggen van, de deplorables van ja, Heren. Wij zijn te bedweterig en te woke overgekomen. Maar we zijn het niet. Maar ze hebben niet van gelijk dat ze dat zijn overgekomen. Dus dat is waar. Maar laten we ook even dat filmpje van Rob Jetten zien. Dat hij er even op reageert. Heeft u het rapport gelezen? Vindt u zelf ook te woke? Nee, maar ik vind het wel goed dat we ook gewoon even kritisch naar onszelf kijken. We hebben natuurlijk bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen flink wat zetels ingeleverd. En dan kan je als een kip zonder kop doorrennen, maar het is ook goed om af en toe gewoon te kijken wat kunnen we zelf ook beter doen. Maar je hebt kritisch of jezelf compleet grond inschrijven? Nou ja, zo lees ik het rapport eigenlijk niet. Ik denk, het stelt ook terecht dat de partij er eigenlijk best goed voor staat. De laatste maanden enorme ledengroei, zelfverzekerde fractie die er ook zin in heeft. Maar ook goed om te kijken, ja, hoe kun je meer politiek vanuit het hart bedrijven en niet alleen maar met het hoofd. Maar deelt u de conclusies? Nou, dus het zijn observaties en aanbevelingen en daar gaan we als fractie gewoon ons voordeel mee doen. Maar eigenlijk zijn de conclusies, er is niks goed gegaan en daarbij was het een bedweterige partij aan het worden. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. We hebben de afgelopen jaren ontzettend veel voor elkaar weten te boksen. Grote inhoudelijke resultaten geboekt. Maar ook dingen niet, omdat u te bedweterig was. Nou ja, kijk, er zitten een paar dingen in. Hè. Mensen hebben massaal destijds ook op ons gestemd in de hoop dat het hier in het torentje een andere bemensing kreeg. Maar kreeg je toch dezelfde coalitie met dezelfde premier Rutte. Dat leidde tot teleurstelling. En we zijn ook inderdaad wel een hele inhoudelijk gedreven partij die soms ook de neiging heeft om het dan nog een keer uit te leggen. Terwijl ja, politiek gaat soms ook gewoon over een waardestrijd en mag ook meer vanuit het hart worden gevoerd. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, het is een totale ontkenning. Ja, deze partij heeft in ieder geval doorgehad dat de Kaagkoers niet werkte. Dus dat kan je ze geven. Ik vind dat Jette beter overkomt dan Kaag. Vind je dat ook?
Veel beter, ja, nee, absoluut. Ook qua arrogantie en elitair vind ik hem beter over. Rob Jetten is niet arrogant. Het is een hele aimabele kerel. Wat ik Rob Jetten altijd een beetje kwalijk neem, is als je ergens gewoon helemaal niets van weet. Dat is beter. Zoals over energietechniek en de energietransitie. Hou dan alsjeblieft je mond daarover. En accepteer geen ministerspost op een gebied waarvan je toeten nog blazen weet. Dus eigenlijk vind ik dat ze de grootste verandering al hebben gedaan. Want ik vind dat ze minder wetweterig en elitair overkomen. Vergeleken met Kaag. Als ik Jetten met Kaag vergelijk. Is het in ieder geval een vooruitgang. Ja, dat Kaag is vertrokken is goed voor Nederland. Ja. En dat Kuipers is gevlucht is ook goed voor Nederland. Die halen we nog wel een keer terug om voor de rechter te komen. Maar dat alleen die analyse, zal altijd duren. Die analyse, dit is het lot van D66. Als jij in Nederland een partij wil zijn die centrum links is, maar wel een soort van realistisch naar voren wil komen en jij wordt tweede van het land, dan ga je regeren. En in Nederland, omdat 55% rechts stemt in Nederland, zal je waarschijnlijk gaan regeren met een partij die of conservatief is, dit was niet een rechts-conservatief kabinet. Nee. Nee, dit was het kabinet Kaag. En ze hebben een ongelooflijk linkse klimaatscam koers gevaren. En het is ongelooflijk slecht voor Nederland geweest. De migratie is toegenomen tot een absoluut hoogtepunt. We hebben ons land verkwanseld. Nou, dat kun je niet alleen maar Rutte aanrekenen. Zeker niet. Dat kun je ook D66 aanrekenen. Dus, en daar zijn ze ook voor afgestraft. Maar je hebt een goed punt. Zij hebben hun stempel op het kabinet kunnen leggen. Dat hebben ze absoluut kunnen doen. Mede omdat Mark Rutte door positie elders, Omzicht en heel veel andere leugens die jij hebt verteld, in een beetje een benarde positie kwam, waardoor hij misschien iets meer in de onderhandelingen heeft moeten weggeven dan hem lief was. Maar het plus, hè, dat was het allerbelangrijkste. Absoluut. Dus je zou zeggen, voor een partij met 24 zetels hebben ze best een aardige indruk kunnen achterlaten als het gaat om wat voor hun belangrijk is. Nee, de, het volk geeft er niet om, maar de impact die D66 heeft gehad op de afgelopen, laten we zeggen, 8 jaar, is gigantisch. Enorm. En daardoor is ons land in de deplorabele toestand gekomen waar we nu zitten. Daarom snap ik die laatste duiding niet. Eens met de eerste kritiek, maar de analyse dat het komt omdat ze met een stel conservatieven hebben geregeerd, kom op. Er waren geen abortusdiscussies binnen het kabinet. Precies. Het ging echt niet over zulke onderwerpen. En laten we wel wezen, de ChristenUnie is niet een rechtsconservatieve partij. Zeker dat is niet. Een extreem linkse. Het is het GroenLinks met de Bijbel, zo worden ze wel genoemd. En dat zijn ze ook. Maar toch en dan nog even terug naar de PVV. Hè? Want die heeft natuurlijk heel veel concessies gedaan. En nu stond er, kwam er naar voren dat ze na het Oekraïne-standpunt, waar ze eerst tegen hulp en tegen het sturen van soldaten en tegen het weggeven van al onze wapens aan Oekraïne, plotseling voorsteun waren. Nou ja, dat zal wel een onderhandelingsdingetje zijn, maar ik vind het toch wel heel slap. Nu laten ze ook hun Nexit-standpunt varen. Ja. Dan denk ik, wat ga je nog meer laten varen? Ja, dus de vraag is ook voor Wilders dat mocht dit kabinet de rit niet halen, dat is niet onwaarschijnlijk, misschien na een jaar al of misschien nog eerder, kan hij dan teruggaan naar de kiezer en een geloofwaardig verhaal hebben door te zeggen, als je me nu beloont door mij met 50 zetels terug te sturen, dan ga ik mijn Nexit standpunt weer terugdraaien. Dan ga je, dat lijkt me een vrij moeilijke sprong voor hem om te maken. Ik vind het snoeihard opportunisme en ik snap dat je in een coalitievorming wat water bij de wijn moet doen, maar dat je gewoon echt je verkiezingsprogramma aanpast, dat is wel wat anders. Kijk, de VVD heeft nooit haar verkiezingsprogramma aangepast. Die heeft gewoon gezegd, wij willen een asielstop. Zij liegen gewoon. Nee. Zij zeggen gewoon, dit is wat we willen. Maar ze doen het niet. En daarna geven ze het in de onderhandelingen helemaal weg. Ja. Ja, dat is wat anders. Maar het verkiezingsprogramma, daar staat gewoon in dat ze de migratie willen beteugelen, dat ze asielstop willen, dat ze voor ondernemers zijn, dat ze de belastingen omlaag willen. Allemaal mooie dingen. Dat is wat ze willen. Maar wat Geert Wilders nu doet met zijn PVV, is het absolute standpunt aanpassen. Dus ook in zijn verkiezingsprogramma zegt hij, oh ja, ik ga nu buiten het feit dat ik allemaal dingen in de ijskast zet, ga ik ook nu wel zijn voor steun aan Oekraïne. Ga ik tegen een Nexit zijn. Ja, dat is raar. Ja, je kan toch prima voor een Nexit zijn en dan zeggen, oké, ik ben aan het onderhandelen met allemaal partijen die veel linkser zijn dan ik. Of een andere mening hebben. En dan zeggen, nou oké, wij zijn voor een Nexit. Maar in het kader van die onderhandelingen komen we uit op het BVNL-standpunt van minder Europa, meer Nederland.
in het belang van Nederland. Nou, maar, dat zou kunnen. Maar kijk, ik vind ook de positionering was altijd, dat was ook de unique selling point van de PVV. Absoluut. Zij gingen er hard in. Nou, nu kan je afzwakken naar we willen een exit referendum of we willen binnen zoveel jaar allerlei opt-outs. Maar ja, hij laat het nu vallen. Dus dan vraag je toch af, wat zegt Omtzigt tegen hem in die onderhandelingen? Wat zegt Dylan tegen hem? Want we gaan ervan uit dat hij dit niet wil. Maar zij dicteren toch niet zijn verkiezingsprogramma? Dus, dat zeg ik. Vind ik zo. Kijk, jij als politicoloog moet die nuance kunnen duiden. Ja. Dat hij inderdaad in de onderhandelingen iets toegeeft, fair enough. Maar dat je je verkiezingsprogramma gaat aanpassen, vind ik raar. Vind ik ook raar. Want ik probeer me dus af te vragen, wat kan een Omtzigt tegen hem zeggen, dat hij tegen hem zegt, Geert, we kunnen niet met een kabinet functioneren waarin één partij voor een exit is en de andere drie niet. Daar heeft Pieter is dat zo? Toch niets over te zeggen. Ik weet niet of dat zo is. Ik weet niet of je dat als Wilders moet accepteren als waarheid. Je zou toch kunnen zeggen, Pieter, het is een extra parlementair kabinet. Wilde jij? Ja. Het staat op afstand van ons. Wij zijn allemaal in de Kamer. Maar dan ga je wel moeten accepteren dat we op Europees gebied een ander uitgangspunt hebben. Ja, misschien is Pieter Omtzigt wel voor een Europees leger en de andere drie niet. Nou, dan zeg je, oké, Pieter, jij mag daarvoor zijn. Maar in de onderhandelingen gaan we... Dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen, ik twijfel of dit een Pieter Omtzigt of een Dylan Jesselgus eis is. Ik begin te denken dat het misschien zijn eigen insteek was om te denken, ik maak mezelf gewoon wat meer mainstream, wat acceleren. Want ik zeg het je, als dit is wat Omtzigt en Jesselgus hebben gezegd, nou, ik geloof het bijna niet. Nee, nadat je al die dingen hebt opgegeven. Ja. Dat ze dan nu nog naar je toe komen en zeggen, oh, by the way, naast dat je geen premier mag worden en naast al je islamstandpunten en naast je uitspraken in het verleden, willen we nu ook dat je je Europa-standpunt 180 graden of 90 graden draait. Dat ik kan me dat bijna niet voorstellen. Nee, ik ook niet. Dus het komt vanuit hemzelf. En dan wordt het wel heel slap. En dat is ook waarom heel Twitter over hem heen valt. Nou, we kunnen even de tweet van Raisa Blommesteyn erbij halen. Ja, is opmerkelijk. Ja, zowel Eva Vlaardingenbroek als Raisa Blommesteyn. Hebben PVV gestemd? Ja, dat hebben ze ook pontificaal gedaan. En nou ja, dat is ieders goed recht. Maar dat was zeg maar de strategische stem. Hè. We gaan nu zorgen dat Timmer Frans niet in het torentje komt. Dus oké, ik was tegen strategisch stemmen. En ik hoop dat mensen niet strategisch gaan stemmen bij de Europese parlementsverkiezingen, maar effectief gaan stemmen hè, op BVNL. Maar al die mensen die hebben strategisch gestemd in de veronderstelling dat Geert Wilders zijn rug recht zou houden en al die punten gestand zou doen. En wat gebeurt er nu? Die stemmen zijn weggegooid. Kijk, je kan een kleine nuance plaatsen. Dat geldt bij elke partij. Dat wil zeggen, Dat doet Raisa dus niet. Wat is dit? Je zou kunnen zeggen dat sommige mensen hebben misschien PVV gestemd in de wetenschap dat ze niet een verbod op de Koran zouden krijgen en geen moskeeën meer erbij. Oké. En je zou dat misschien op een paar meer punten kunnen zeggen. Oké, mensen waren vast bereid om een iets genuanceerder versie te krijgen van wat ze stemden, omdat ze het ook als proteststem deden. De vraag is hij inmiddels door die bodem gezakt? Nou, die nuance bodem die er is. Ik denk dat als jij echt vindt dat de oorlog in Oekraïne geen oorlog van ons is. Hè, en ik weet dat jij er anders over denkt. Maar als je dat echt vindt. Klopt. En je stemt op een partij die dat zegt. Ja. En na de verkiezing is het opeens anders. Vind ik wel een fundamenteel verschil. En dat vind ik ook met een exit. Een exit is een fundamenteel uitgangspunt. Ik ben nog steeds jaloers op de Britten die een Brexit voor elkaar hebben gekregen. En ik vind ook, BVNL vindt, dat we een bindend referendum daarover moeten houden. Want het volk moet beslissen of we in de Unie blijven of eruit gaan. Maar als je voor de verkiezing iets anders zegt dan na de verkiezing, dan wordt het heel raar. Ik ben met je eens. Eigenlijk vind ik het een Oekraïne-afwijking vind ik meer kiezersverraad dan zijn exit-afwijking. In de zin dat exit onwaarschijnlijk was. Hij heeft alsnog gezegd, maar daar zou je kunnen zeggen, kiezers kunnen daarbij bedenken, waarschijnlijk haal ik het niet. Maar inderdaad, als iemand zegt, ik wil geen wapens aan Oekraïne, dan mag je daarop rekenen. Maar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen was hij voor een exit. Nu zijn de Europese parlementsverkiezingen. En nu is hij opeens tegen een exit. Ja, sorry. Nog even wat BVL vindt. Wij willen een bindend referendum over een exit. En we willen minder Europa en meer Nederland. We willen geen wapens, soldaten of geld naar Oekraïne. En dat blijft zo, ook al winnen we de verkiezingen. We willen een asielstop. We willen stoppen met die peperdure klimaatscam. Dat wil de PVV ook. Je weet niet wat ze na de volgende verkiezingen daar nog van vinden.
En we willen minder geld naar Brussel. Want Brussel is een enorme molucht met enorm veel ambtenaren. En de hoeveelheid regeldruk die over ons uitkomt. Ik heb er meerdere columns over geschreven. Het is fenomenaal. Het is niet meer bij te houden. De Nederlandse economie die dendert in elkaar door al die stupide regels. En ik weet dat heel veel ambtenaren er prima mee om kunnen gaan. Maar de gemiddelde MKB'er die wordt knettergek. En tot slot, we willen geen CBDC. We willen gewoon lekker cash blijven betalen. We willen niet gevolgd worden door allerlei hyperkaagjes die elke transactie boven de 100 euro even gaan monitoren. Nee, ik bepaal zelf waar mijn geld naartoe gaat. En ik wil helemaal niemand laten meekijken. Dus ik denk dat BVNL een stevig setje standpunt heeft voor de Europese parlementsverkiezingen. En ook over Bitcoin had je een standpunt. Nou, absoluut. Ja. Nou ja, daar zijn we het helemaal over eens. Hè. Het is heel raar dat de ECB en de Nederlandse Centrale Bank en alle banken, dat je nou niet meer kan je geld kan opnemen. Je hebt feitelijk een vordering bij de bank en de bank heeft jouw geld helemaal niet meer. Dus een alternatief circuit is heel goed. Een alternatief ruilmiddel, alternatief geldmiddel, klopt, en alternatief opmiddel. En Bitcoin is bij uitstek de munteenheid waarin dat kan. En dan maakt het niet uit hoe jij het bekijkt. Hè? Of je het nou ziet als valuta, of je ziet als investeringsmogelijkheid, of je het ziet als een manier om te sparen, of je het ziet als een manier om efficiënt je geld veilig te houden. Maar het belangrijkste is dat de overheid geen controle erop heeft. Zeker. En dat is heel fijn, want deze zijn gewoon soevereine mensen. Wij hebben zelf eigendommen. We hebben zelf geld. En nu is het een beetje zo dat als je iets in eigendom hebt, een huis of een auto, is het eigenlijk een beetje van de staat. Want je moet de hele tijd betalen. Ja, bij gratie van de staat. Hè? Een soort pacht die je moet betalen over je eigendom. Dat hebben we in Amsterdam heel lang gezien. En dat gaf ook de gemeente heel veel macht. Ja. Over huisvesting, andere ontwikkelingen. Ja, en dat moeten we niet hebben. Debiel, als jij een huis hebt dat jij en je hebt daar geen lening over. Je maakt geen gebruik van hypotheekrente aftrek meer. Hè? Vroeger was het trouwens met de wet Hille. Als jij je huis had afbetaald, dan was je buurtvrij. Nou, dat vond ik wel een mooi idee. Hè? Als je wel gebruik maakt van hypotheekrente aftrek, oké, dat je dan iets betaalt van OZB of zo. Nou, ja, ik vind het nog steeds diefstal. Maar als jij een huis hebt afbetaald, dus jouw huis, dan is het klaar. Waarom zou jij moeten betalen aan de overheid? Nou, kijk, je hebt sommige landen die doen dan wel een grondbelasting, maar dan hebben zij weer natuurlijk veel minder inkomensbelasting. Dus je zou die keuze misschien kunnen maken, maar je kan niet doen in ons systeem, en doen we dat niet. Je bent toch libertariër, maar waarom? Kijk, dat je betaalt als je aangesloten bent op het riool, dat je wat betaalt voor het onderhoud van het riool. Nou, dan kun je even, en anders zeg je, ik doe wel een septic tank en ik doe niet mee. Maar dat je betaalt als een soort ingezetene belasting. Dat vind ik. Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik gaf alleen aan, er zijn sommige libertarische stromingen die zeggen, ik ben geen econoom, die zeggen het is beter voor de samenleving om alleen grond te belasten en de rest niet. Maar nogmaals, ik ben geen econoom, maar dat is gewoon een theorie die er is. Ja. En in dat geval word je dan op alle andere dingen veel minder belast. Maar dat hebben we in Nederland sowieso niet. Ja. Dus dat is niet te vergelijken. Wij worden hier overal op belast. Precies, wij worden overal op belast. En laten we het in godsnaam tegengaan. Dan hebben we en nog een grote vijand, dat is Hugo de Jonge. Die had een mooi artikel. Ja, dat gaat natuurlijk weer over. Elke week Hugo de Jonge. Ja, maar die beste man die moet zo snel mogelijk weg. Hij is ook elke week in de media, moet ik wel nageven. Ja. Dus. Nou, wat wel aardig is, hij had zich versproken in een commissiedebat in de Kamer. Want je weet gewoon, hij gaat burgemeester worden. Hij heeft eerst de hele corona-episode heeft hij verpest. Nu is die hele woningmarkt aan het verpesten. En nu wordt hij een burgemeester van Rotterdam. Laten we even een filmpje kijken. Marde, mevrouw Beckerman. Rotterdam, de eigen stad van de burgemeester. Van de minister noemde. Vond ik mooi. Wacht even, is er nieuws? Dat bedoelde ik natuurlijk niet. Ja, ik vind het stuitend dat je zo incompetent kan zijn en zoveel schade kan aanrichten. Zo arrogant kan doen en dan ook nog burgemeester van. Nou, een hele belangrijke stad in Nederland. Ik wilde net zeggen, hij heeft misschien wel de meest bijzondere levensloop van alle Nederlanders. Ik bedoel, stel je voor. Jij kan er ook wat van. Oké. Maar je hebt de goede tweede. Stel je voor, je bent basisschooldocent in Rotterdam. Ja. En je draagt rare schoenen. En voor je het weet, word je wethouder, word je minister. Komt er een coronacrisis, een pandemie. Verpest je het op alle denkbare manieren. En je verliest miljarden. Vervolgens krijg je een ander dossier, de woningmarkt, ook geen kleintje. Verpest je de hele woningmarkt. Ja. En daarna eindig je als
burgemeester van de tweede stad van Nederland. Ja, maar het zegt het niet meer over onze democratie en over hoe decadent en stupide wij zijn geworden. Als dit onze leiders zijn. Ja, ieder volk krijgt de leiders die het verdient. Nou, wij Nederlanders. Wij horen er ook bij, maar wij Nederlanders verdienen blijkbaar Hugo de Jonge. Maar ik vind ook die titel, hè? De Jonge vecht tegen schimmige belangen voor zijn nalatenschap. Oh, er zijn schimmige MKB'ers. Die hebben hard gewerkt, sober geleefd, risico genomen. Die hebben hun eigen pensioen opgebouwd. En die hebben dat geïnvesteerd in winkeltjes en woningen en kantoren. Hebben ze gebouwd of in ieder geval zijn ze allemaal verhuurd. Er wonen mensen in. Werkgelegenheid gecreëerd. Ja, werkgelegenheid gecreëerd. En ja, zijn wet betaalbare huur en de aanpassing van de huurprijzenwet leidt tot een totale ineenstorting van de woningmarkt. Je kan er geen geld meer op verdienen. Er verdampt iets van 25 miljard aan MKB-pensioenen. Naast natuurlijk al die gekkigheid die van zijn CDA-collega Van Rij is gekomen. Hè, met de box 3-aanpassing. Fictief rendement omhoog naar 6,17%. De belasting op die 6,17% omhoog naar 36%. Het is één grote kaalslag. Er is een totaal bouwinfarct aan de gang. We hebben 900.000 woningen nodig. En één ding weten we zeker. Hugo de Jonge heeft een spaak in het wiel van Nederland gestoken. En hij wordt beloond. En hij wordt beloond. Ja, jouw kinderen, want ik weet, jij gaat op een gegeven moment wel kinderen krijgen. Ja, zeker. Zeker. Dat gaat niet al te lang meer duren, volgens mij. Maar zo wordt nodig dit. Maar jouw kinderen gaan door Hugo de Jonge gewoon 20 jaar op een wachtlijst staan. Dat is Sovjet-Unie 2.0. En het lijkt allemaal heel goed, hè? Want het is de wet betaalbare huur. Het is de wet onbetaalbare woning voor de kinderen van Jernas. En ik vind het echt een drama. Maar goed, hij zal wel burgemeester van Rotterdam worden. Nou, ik kan je voorspellen wat er gaat gebeuren. De parkeerplaatsen gaan verdwijnen. De woningen gaan verdwijnen. Ondernemers gaan verdwijnen, ja. En je gaat waarschijnlijk 30 kilometer per uur rijden. Er komt een nul emissiezone in Rotterdam. Nou, dan kan er helemaal geen avondklok ook nog. Zullen we die mogen nog gooien? Nou, ik zou het wel terecht vinden als ze in Rotterdam in de gemeenteraad inderdaad zo stupide zijn dat ze Hugo de Jonge burgemeester maken. Dan vind ik het ook wel terecht dat ze een paar van dat soort maatregelen om in de ogen krijgen. Dan moet je een avondklok instellen dat al die Rotterdammers gewoon om 9 uur binnen moeten zijn. Lekker gezellig. Ga lekker verder. Dan, een onderwerp waar we het wel vaker over hebben gehad. Ja. Dat ook jou aan het hart gaat, volgens mij. Ja, dat was Twan Manders die mij, dat is natuurlijk een vooraanstaande libertariër, oprichter van de Libertarische Partij. Ook lijsttrekker heel lang. Ja. Hij heeft bij ons op de lijst gestaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. En Europees ook. Ja, en hij staat nu ook weer op de lijst. Hij is ook bij de parlementaire enquête is hij gehoord. Dat filmpje is een paar miljoen keer bekeken. Ik was vroeger voor de dienstplicht. Ik heb zelf in dienst gezeten en ik heb een toptijd gehad. Het is ook heel goed voor mij geweest, want ik was een hele arrogante, vervelende corporale blaag. En door mijn diensttijd ben ik echt veranderd. En het heeft mij echt goed gedaan. Het punt is alleen, ja, vind je bij een uit de hand gelopen overheid dat de overheid jou kan verplichten om iets te doen. Nou, inmiddels ben ik ervan overtuigd dat dienstplicht gewoon echt heel slecht is. Maar dat we wel een heel sterk leger moeten hebben. We moeten een ongelooflijk sterk leger hebben. We moeten militairen heel goed betalen. Als je nu ziet wat een sergeant of een eerste luitenant verdient, daar kan je geen gezin van onderhouden. Dat is echt gewoon een aanfluiting, een grof schandaal. En als je dan ziet wat we met ons leger hebben gedaan, onder leiding van Kajsa Ollongren, nog zo'n ongelooflijk incompetent iemand. Hè? Ze zal echt op andere fronten natuurlijk competent zijn. Ik weet niet waarop, maar vast op iets. Ja, maar als minister van Defensie natuurlijk niet. Maar onze hele defensie is naar de bodem gegaan. En inderdaad, we hadden het over de dienstplicht. Nu blijkt, of lijkt het erop, dat de dienstplicht weer wordt ingevoerd. En misschien is het leuk om even naar het filmpje van Tisha Boy J te kijken. Klein stukje. Dienstplicht wordt weer ingevoerd. Wat? Bij bijna 200.000 17-jarigen valt de brief op de mat. Dienstplicht met deze generatie. De generatie van stop de war. Ik ben zelf al in de war. Ja, ja, yes, die generatie.
Succes! Deze generatie durft elkaar niet in de ogen aan te kijken, want dat vinden ze intimiderend. Deze generatie zit in dezelfde ruimte met elkaar, maar ze praten niet, ze appen. Deze generatie kan niet eens normaal water drinken, want dat smaakt naar niks. Ik vind het gewoon niet lekker, het smaakt gewoon naar niks. Als deze generatie 40 uur per week moet werken, dan zijn ze overprikkeld en hebben ze een retraite nodig op Ibiza. Even nuance, de dienstplicht is niet opnieuw ingevoerd. Dat wilde ik net zeggen. Nee, dat is heel goed voor jou, want anders zou jij worden opgeroepen. Ja, natuurlijk. Dat wil ik ook niet meer. Nee, dat wil ik niet. Want hoe oud ben je? Nee, 36. Dus, ja, dat kan wel. Kan het nog? Ja, zeker. Oh. Ja, nee, als het oorlog wordt, dan moet jij vechten. Ik niet meer. Maar ik ga waarschijnlijk vechten en jij waarschijnlijk niet. Dus dat is het verschil. Nee, maar het is nooit opgeschort. De opkomstplicht, dat is afgeschaft. Klopt. Maar de dienstplicht is nooit opgeschort. En nu het is opgeschort, niet afgeschaft bedoel ik. Ja, precies. Ja. 200.000 17-jarigen hebben dus nu een brief gekregen. En die brief stelt wel wat anders in elkaar. Maar met de dreigende oorlogstaal van Macron en Rutte, denk ik dat je toch een beetje je zorgen moet maken. Vind je niet? Nou, ik snap dat als er een oorlog is in het continent, dat het dan in de aandacht is. Er is dit jaar niks veranderd. Ik heb begrepen dat er volgend jaar wel een soort bijlage bij komt, waar je als het ware kan selecteren waar je denkt het meest van waarde te kunnen zijn in een eventueel leger. Maar kijk, wij zijn het helemaal eens over die dienstplicht. Het was trouwens ook een van de dingen waar ik over moest beslissen toen ik moest kiezen tussen FVD en VNL jaren geleden. Ja. Nou, toen heb ik bij Thierry erin gekregen dat ook de dienstplicht, want hij twijfelde toen ook, dat die ook niet erin kwam. Nou, jij hebt het inderdaad met Twan gehad. Dit is iets dat inderdaad zeker voor libertariërs heel naar aan het hart ligt. Ik bedoel, als je vindt dat de overheid geen prijzen mag bepalen, zou het heel vreemd zijn om te vinden dat de overheid wel mag bepalen. Precies. Dat jij moet vechten en ook in welke oorlog jij moet vechten. Precies. Dat gaat veel te ver. Ik ben voor een sterk professioneel leger en ik vind ook dat als het gaat om bijvoorbeeld reservisten of weet je, proberen inderdaad jongeren een zomer een legertraining te geven. Daar sta ik helemaal voor open en daar moet echt wel geld naartoe gaan. En ik ben ook eens die salarissen omhoog moeten. Alleen dat kan allemaal zonder het te verplichten. Ik zie ook vaak onder bijvoorbeeld CDA's vaak en bijvoorbeeld ChristenUnie-achtige types, die willen dan soms een maatschappelijke dienstplicht. Dat mensen dan met omaatjes gaan praten en zo. Ik vind dat paternalisme. Er zijn problemen met discipline in Nederland onder de jeugd. Dat zal iedere generatie zeggen over de volgende jeugd. Alleen het idee dat we dan een overheid hebben die gaat kinderen verplichten om 6 maanden lang een soort maatschappelijke functie te vervullen. Ik voel me daar niet prettig bij. Ik vind niet dat de rol van de overheid is. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat vind jij er dan van? Want ik ben het helemaal met je eens. Ja. We moeten mensen stimuleren om vrijwillig in het leger te gaan. We moeten een groot en sterk leger hebben. We moeten een hypermodern leger hebben. Ter verdediging van ons land. Zeker. Maar wat gebeurt er dan als wij opeens een of ander uit de hand gelopen minister van Defensie hebben, of een kabinet, of een premier die zegt van nou, we hebben, weet ik wat, in Eritrea is een situatie ontstaan en dat is onze oorlog. Ja. En dan gaat iets in het Eritrees roepen voor een Eritrese vlag. En dan moeten onze militairen, die bereid zijn te sterven, net als ik voor Nederland, die moeten naar Eritrea om daar te gaan vechten en dood te gaan. Mijn vraag is, mogen die militairen dan weigeren? Zeggen van sorry Mark Rutte, of sorry Kaiser Ollengren. We doen dit niet. Wij zijn bereid voor Nederland te sterven. Niet voor Eritrea of voor weet ik wat. Ik denk dat alles, net als in de politiek, heeft te maken met draagvlak. Als deze missie naar Eritrea helemaal geen draagvlak zou hebben. Dus laten we zeggen, het heeft politieke meerderheid, maar het heeft geen draagvlak onder de soldaten. En de militaire experts en de sergeants, en die hebben allemaal zoiets van, waar komt dit nou weer vandaan? Ja, dan neem ik aan en dan wil ik dat we in een land leven waar die mensen naar hun meerdere gaan en zeggen van, hey, in onze analyse is het niet de juiste manier. Ja, dat kijk, een soort individuele opt-out. Ja, kijk, als er maar 3 mensen weglopen en iedereen is super enthousiast en ziet allemaal het meerdere belang, waarschijnlijk worden die 3 jongens dan oneerbaar ontslagen. Zo heet dat dan toch? Dan ben je geen deserteur nog, want je bent niet daar weggelopen, maar je bent van tevoren niet meegegaan. Ja, in dat geval is dat dan het risico van het vak. In het geval dat het inderdaad echt een 50-50 is, of er is superveel protest tegen omdat het gewoon militair geen logica achter zit, of het Nederlandse belang is niet duidelijk gecommuniceerd door de militaire leiders naar hun soldaten toe. Ja, maar het is toch, dan het is vind ik, heb je gelijk. Dan hoef je niet te vechten. Als je nu intekent, je komt op en je gaat in het leger,
dan weet je, oké, er is een NAVO-overeenkomst en een aanval op één is een aanval op alle. Dus je kan bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland of België, ja. kan je moeten vechten. Turkije? Ja, dat kan. Ja. Dus dat lijkt me nog, maar dat je, weet ik wat, in Somalië moet gaan vechten, dat gaat wel wat ver. En die consequentie, die zou je eigenlijk moeten kunnen uitsluiten. Maar goed, het is een... Het is een interessant debat over oneervol ontslag tegenover deserteurs. Ja, ik vind dat er inderdaad wel wat ruimte voor moet zijn, maar ja, dat... Kijk, bij dienstplichten was het nog zo, dat er werd gewoon aan je gevraagd, hè, toen ik in dienst zat, werd gevraagd, wil je naar Bosnië? Ja. Ik ging toen uit dienst, maar, ik ging bij Shell werken. Maar zo gaat het toch altijd, als in eerste instantie, we hebben het niet over een volledige oorlog waar iedereen moet vechten, maar als het gaat om een kleine of een beperkte missie, dan wordt dat niet eerst gevraagd van wie wil? Nou, het lijkt me bij een professioneel leger, bij een beroepsleger, dat je gewoon gaat. Oké. Okay. Nee, ik weet het ook niet zeker hoor. Dat, maar goed, als het komt tot een oorlog in een of ander land in waar een oorlog niet ons is, dan zou ik zeggen, nou, Rutte, Macron, Jernas, ga lekker zelf vechten. Want ik zou deze over. Jullie vinden het jullie oorlog. Dus ik hoop dat je dan zelf een helmpje opdoet. We hebben natuurlijk nog steeds de Snowden phone. Pixel 7 Pro, hele mooie telefoon. En het is ontzettend belangrijk dat iedereen een beetje uit de klauwen van de overheid blijft. Nou, dat kan door deze Snowden phone te kopen. Hij kost tussen de 600 en 1200 euro. Je kunt bij proprivacy.io, /BVNL dan, kun je je e-mailadres achterlaten en dan krijg je korting. De eigenaar is Wesley Feit. En Wesley die is een enorme privacy guru. Die maakt zich sterk voor al dit soort dingen. Dus hij verkoopt ook deze telefoon. Het is goed misschien om even naar het filmpje te kijken. Deze smartphone is uitgerust met het favoriete besturingssysteem van Edward Snowden. Graphene OS. Dit besturingssysteem wordt door experts gezien als het meest veilige en privacyvriendelijke besturingssysteem ter wereld. Bij AndroidPrivacy.com nemen wij voor jou de volledige installatie uit handen en installeren we alvast een paar belangrijke applicaties. De Snowden smartphone valt kant en klaar op je deurmat. De hoeveelheid privacy die je kunt bereiken is daarnaast ook sterk afhankelijk van het gedrag van de gebruiker. Dit is de reden dat je bij ons ook toegang krijgt tot ons privacyplatform. Hier vind je allerlei video's en teksten die vragen beantwoorden als: hoe werkt Graphene OS? Hoe kun je Big Tech applicaties isoleren op de telefoon? Hoe kan je applicatiepermissies beheren in Graphene OS? Hoe kan je navigeren zonder Google Maps? Hoe kan je YouTube kijken zonder dat Google je kijkgedrag volgt? Hoe kan ik mijn wachtwoorden zo veilig mogelijk inrichten en beheren? Welke vervangers zijn er eigenlijk allemaal voor Big Tech applicaties? Privacy is een kat-en-muisspel waarbij de laatste ontwikkelingen van groot belang zijn. Om die reden wordt het privacy platform constant geüpdate en uitgebreid met nieuwe kennis en informatie. Al deze applicaties moeten voldoen aan de kernwaarden van AndroidPrivacy.com. Privacy, encryptie, veiligheid, free and open source en decentralisatie van consensus. Wij zijn van mening dat de mensheid de relatie met technologie moet gaan veranderen. Het is tijd om technologie te omarmen die de mensheid dient. Niet andersom. Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Wat Wesley ook doet, is hij heeft tegenwoordig een privacy podcast. En die doet hij samen met David Boerstra van Blackbox. Ja. En het is wel goed om dat even te bekijken. Misschien kunnen we de dingen even in beeld hebben. Ja, dat mensen die podcast ook even kan geven. Ja, heb jij hem wel eens bekeken of niet? Nee, ik hoor er nu van, maar ik zal hem bekijken. In ieder geval, de link is in beeld. En ik zou zeggen, kijk het. En het is toch wel belangrijk, want onze privacy staat onder druk. En je hebt vaak niet eens door in hoeverre je privacy gewoon aan het verdwijnen is. Omdat allerlei D66-mensjes daar langzaam op... Hyperkaagjes, ja. Nou ja, Kaag die stelde zelf voor. D66 was een partij die voor privacy was. En dan kreeg je Sigrid Kaag. En die stelt voor, laten we iedere transactie boven de 100 euro gaan monitoren. Nou, wil je dat? Nee. Tuurlijk niet. Dus dat moeten we te alle tijden voorkomen.
Anyway, dan dacht je, we gaan lekker naar het strand in Scheveningen. Maar nee. Extinction Rebellion? Extinction Rebellion weer, ja. Samen met Greta Thunberg, echt. Het leuke is, Richard de Mos is natuurlijk onze grote man in Den Haag met Hart voor Den Haag. En die is daar vol mee bezig. Dus ik neem aan dat hij er wel tussendoor gaat rennen en wat filmpjes gaat opnemen. Maar wat er eigenlijk moet gebeuren is, als deze mensen niet op het Malieveld of op het Museumplein gaan staan, pak ze op, gooi ze een half jaar de cel in, zorg dat ze even geen geld meer verdienen, zet ze op water en brood. En dan na een half jaar zeg je, als je het nog een keer doet, dan doen we het nog een keer. Het is gewoon echt vervelend, deze mensen aan het doen. Je wordt wel milder. Eerst wilde ze een jaar in de gevangenis gooien. Ik heb de vorige keer een jaar gedaan. Nu zeg je weer een half jaar. Ik herstel. Ik vind dat ze een jaar de bak in moeten. Maar ik vind het gewoon vervelend. Demonstreren is een grondrecht. Daar ben ik helemaal voor. Ook tijdens corona. Ja. En dan moet je niet als overheid mensen in elkaar gaan slaan die wel op het Malieveld gewoon rustig een boterhammetje aan het eten zijn of een kopje koffie aan het drinken zijn. Maar nu heb je gewoon irritante eikels die denken dat de planeet aan het exploderen is. Terwijl het helemaal niet waar is. CO2. Het is een grote scam. Maar goed, zij geloven erin. Maar dan ga je niet op de A12 zitten terwijl wij naar het strand moeten om lekker met onze bolletjes in de zon te zitten. Ja, nee. Ik bedoel, je hebt of de mensen die pannen soep gooien naar schilderijen. Nou, die richten schade aan. Ook een jaar de bak in. Maar inderdaad, dan heb je ook nog mensen die wegen gaan blokkeren of hun hand in cement gaan gieten. En dan moeten al die ambulancemedewerkers hun handen uit het cement halen. Nou ja, dan denk ik ook aan mezelf. De Darwin Award is voor jou. Als jij je hand in cement giet, misschien moet jij zelf maar zien je hand weer uit die cement te krijgen. Want je hebt het toch echt zelf gekozen. Gewoon laten zitten in het verkeer laten rijden. En kijken hoe lang het duurt voordat ze die hand zelf hebben losgemaakt. Je hebt nog iets over de WOP-verzoeken? Ja, nou, WOP, het heet tegenwoordig WO. Hè? WO Wet ja. Open Overheid. Dat is wel goed, want de WOP-verzoeken was ietsje stringenter dan de WO. De WO is bedoeld om nog transparanter te zijn. Nou, we hebben natuurlijk gezien dat in de coronatijd het helemaal niet transparanter is geworden. Integendeel. Maar BVNL is bezig met een stuk of 10 WO-verzoeken. En het was wel aardig. Bij Ongehoord Nieuws hadden ze daar even een item over. Dus misschien even goed om het filmpje te laten zien. In Nederland blijft oud-parlementariër Wiebren van Haga zich, net als de Duitse onderzoekers, inzetten om ook hier alle geheime overheidsdocumenten boven tafel te krijgen. We hebben ongeveer 10 WO-verzoeken lopen. En we zijn met een aantal WO-verzoeken nu klaar om naar de rechter te gaan. Het oud-Kamerlid loopt bij het ministerie voortdurend tegen betonnen muren aan. Bij het opvragen van de coronastukken. Ze geven een gedeelte of ze geven de verkeerde documenten of ze geven alles zwart gelakt. Ze willen geen openheid van zaken geven. Wij gaan gewoon door op onze kruistocht tegen de niet-transparante overheid die ons ondernemers, kinderen, ouderen, al deze dingen heeft aangedaan. Het is een zwaar traumatische periode geweest. Op een gegeven moment moeten mensen ook voor de rechter komen. En wij dragen daar gewoon aan bij. Kijk, we zijn bezig met de avondklok, de vaccinatieschade, de Stichting Open Nederland, waar gewoon 1 miljard euro in is gegooid en niemand weet waar dat geld is gebleven. En wij willen graag het grootboek zien. We willen weten, wat voor betalingen zijn er nou van gedaan? Hoe is die aanbesteding geweest? Is de aanbesteding van de overheid naar de Stichting Open Nederland, is dat gewoon goed gegaan? Waarom hebben ze de GGD niet ingeschakeld? Want dat was gewoon een staatstestinfrastructuur. Die was er al. Waarom hebben ze U-Diagnostics niet ingeschakeld? Dat is een private testinfrastructuur. Nee, ze hebben een nieuwe stichting opgericht waarin 1 miljard euro is gegooid. Dat geld is weg. Het grootboek is geheim. We mogen er niet, we mogen niets van weten. Wij gaan gewoon net zo lang door. We gaan naar de rechter totdat het allemaal openbaar is. De OMT-tapes, nog zoiets. Hoezo mogen wij nu 3 jaar later niet weten wat Jaap van Dissel en Hugo de Jonge hebben besproken? En Ernst Kuipers ook, of niet? Ernst Kuipers, natuurlijk ook. Maar dat is natuurlijk vreemd. En er wordt, ze worden niet vrijgegeven met een beroep op het belang van de staat. Nou, dat belang is nu weg. Kijk, ik kan me voorstellen dat als het oorlog is, dat je niet je oorlogsgeheimen, je niet gaat zeggen, we gaan nu dat en dat bombarderen en iedereen mag het weten. Nee. Maar een paar jaar later is die urgentie weg. Het beroep op het belang van de staat is ook weg. Dus we zijn daarmee bezig en we gaan net zo lang door totdat alles openbaar is. En ik hoop dat we op tijd zijn, zodat we die dossiers dan kunnen aanleveren aan de parlementaire enquêtecommissie corona. En dat die er dan nog een keer een sausje overheen doet. En dat dan de verantwoordelijken, de daders, als ik het zo mag zeggen, gewoon voor de rechter komen. En gestraft worden. Want we hebben een hoop mensen die zijn hier gewoon
ongelooflijk direct. Maar ik neem aan dat ook als je in het Europees parlement zou komen, dat jij daar natuurlijk ook op het hogere niveau absoluut dit onderzoek voort kan zetten. Ja, maar het is heel gek dat in andere landen heb je dus al. Nou, in Duitsland was er laatst, gaven ze openheid van zaken. En toen bleek inderdaad dat het Duitse OMT had gelogen over mondkapjes. Had gelogen over de schade van de lockdowns en de schoolsluitingen. Nou, dat is daar nu openbaar. Nederland zit pot en pot dicht. We zijn een gidsland voor de World Economic Forum. En blijkbaar houdt het ook in dat we geen openheid van zaken geven. Dus de democratie is gehandicapt in Nederland. En dat moet veranderen. En wij gaan net zo lang door tot de daders voor de rechter komen. En ik denk dat het een goede zaak is. Yes. We hadden nog wat kijkersvragen hier, Nas. Ik heb me een weg gebaand door de comments de afgelopen video's. Ik ben positief over jou. Mensen. We hebben user BZ2LG9SV6H. Die zegt, laat Jernas lekker op zijn didgeridoo spelen. Nou, dit valt dan nog mee, vind ik. Dat is wel grappig, dames. Ja, maar ja, eigenlijk moeten we hem belonen. Ja, krijg jij zo'n boek voor, Stefan, ja? Als deze, nou misschien iets anders. Okay. Als deze user even nog een keer aangeeft wat zijn adres is, of wat haar adres is, even natuurlijk niet. Dan zorgen wij dat er een BVNL. Oké, maar nu geef je dus goodie bag. Een incentive dat mensen mij belachelijk gaan maken in de comments. Ja, maar jij was ook belachelijk met je stoppenstampen. dat sloeg ook nergens op. Maar goed. Nou. Dan, ja, nee, maar oké, mijn vraag is: wat vind je nou van al die duizenden. In ieder geval honderden. Nou, ik heb er duizenden gezien. Ja. Duizenden berichten van Jernas moet weg. Jernas is een eikel. Jernas is gek geworden. En dat was je ook. En we hopen. Geen eikel, vond ik. Nee, kijk. Nou, dat vonden die duizenden mensen dus wel. Maar wat vind je, wat doet het met jou? Kijk, ik heb het gezien onder deze comments, onder het debat met Willem Engel. Natuurlijk wil je dat, als je een debat voert met iemand, dat de meeste comments positief zijn. Dat mensen zeggen, jij hebt duidelijk gewonnen. Nou, maar dit is niet jouw eerste keer. Je hebt er nog een beetje een handje van. Je hebt toen die discussie over genetica over huidskleur en IQ heb je opgestart. Je hebt over wapenbezit, heb je wel zoiets gezegd. Goed dat je dit weer even naar boven haalt. Maar je schuwt de controversiële standpunten. Nee, alleen. Weet je wat ik zo gek vind aan jou? Je hebt dan nog een hele kleine niche over. Van mensen die, die libertariër zijn, die ook in coronatijd wakker zijn geworden. Die op verschillende, die ook klimaat wakker zijn, die ook een sterk leger willen. En dan ga je die hele kleine niche die jou nog steunt. Die ga je ook nog tegen je in het harnas jagen. Dan moet je toch echt wel van goede huizen Kijk, komen. Die eerste drie ben ik met je eens. Dus als het ging om die eerste drie onderwerpen, dan zou je inderdaad kunnen zeggen van, oh, weet je wilde schuren, je wilde ergens tegenin gaan. Eerlijk gezegd, ik vind dat dit standpunt wat ik heb, mijn minst controversiële is van die vier. Als ik ze zou moeten selecteren, zou ik zeggen, ik kan me eerder begrijpen dat ik met wapenbezit heel veel kritiek zou krijgen. We hadden nu over die duizenden comments die zeiden, Jernas moet weg. Wat vind je ervan? Kijk, ik lees veel, niet alles. Zeker als er een argument bij komt, of als iemand zegt van, luister naar de Jeffrey Sachs interview, dan heb ik nog zoiets van, oké, die persoon neemt de moeite om een link te plakken. Maar die didgeridoo, dat. Maar op het moment dat mensen dingen zeggen als, waarom valt Jernas Willem Engel continu aan, terwijl dat echt niet het geval was? Dan heb ik zoiets van, kom op mensen, neem het in ieder geval serieus. Kijk, ik heb mijn conclusie getrokken. Dat wil zeggen, ik zeg iets, mensen reageren erop. En dan concludeer ik dat mijn positie aan mijn kant van het internet, tussen aanhalingstekens, een minderheidspositie is. En daar ben ik inderdaad eerder geweest. Alleen in dit geval vind ik niet dat ik per se aan het schuren ben. Ik vind dat de mensen aan de andere kant iets meer aan het schuren zijn. Dus in dit geval vind ik dat het iets minder mijn controversiële aard is die naar boven komt. Maar ik leg me erbij neer, mensen. En je hebt ook toegezegd dat je dan gewoon zelf naar Oekraïne gaat om daar te sterven voor deze fantastische oorlog. Ik ben iemand die staat voor wat ik zeg. En dat heeft me soms gekost. Het heeft me ook in andere gevallen wat opgeleverd. En ik neem mijn verlies, ik neem mijn winst. En aan het einde van de dag kan ik mezelf in de spiegel aankijken. Het is echt een soort sadomasochistisch leven dat jij leidt. Hè? Elke keer als je er een beetje bovenop klautert, dan verzin je weer iets waardoor iedereen je in elkaar wil slaan. Maar goed. dan zegt user NIOS, Niels, ik weet niet. Wat is de volgende afwijkende mening die BVNL accepteert? Verplichte vaccinatie, QR-code, CO2-budget,
Nee. Goede vraag. BVNL accepteert helemaal niks aan afwijkende meningen, maar we gaan wel die discussie natuurlijk aan. En daarom vind ik het ook leuk om met Jernos daarover te hebben. Maar het kan natuurlijk dat er een lid komt, of dat iemand lid wordt van de partij, en die is, ik vind het heel vreemd, maar die wordt lid van BVNL, maar die is voor verplichte vaccinatie. Ja, het is een combinatie die we waarschijnlijk niet veel zullen tegenkomen. Chris Albers is volgens mij ook lid van BVNL. Maar als dat zo zou zijn, dan mag dat? Ja, dan mag dat. Alleen dat zal niet in het verkiezingsprogramma komen. En klopt. Als we de verkiezingen winnen en moeten onderhandelen, gaan we ook nog steeds onze mening niet herzien, zoals veel andere partijen dat doen. Dus dat doen we niet. En ik beloof jullie, ik zal Jernas na deze uitzending liefdevol in elkaar slaan. Dus het komt allemaal goed. En al die mensen moeten beseffen dat Willem Engel ook lid is van BVNL. Precies. Dus het waren twee BVNL-leden met elkaar in debat, terwijl de positie van de partij van tevoren in de video werd aangekondigd. Exact. Voor de helder. En jij bent een grote uitzondering. Helaas. Ja, nou, gelukkig maar. Goed. Nogmaals, je kunt lid worden van BVNL. Nogmaals, de eerste drie mensen die nu lid worden, kregen dit gesigneerde boek van Hans van Tellingen. Absoluut meesterwerk. Dus dit wordt heel veel geld waard. We blijven vechten voor uw vrijheid. Nooit meer Build Back Better. Nooit meer een oorlog. Nooit meer al die warmongering gekken die voor een vlag gaan staan en Slava Oekraïne gaan roepen. Ieder is de maker van zijn eigen leven. Dus maak er wat van in het belang van Nederland.